Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen weer onboos proberen te maken. En soms is dat bijzonder onfris. Dus dan de volgende klant die stemt dan in korte stukjes. En soms is dat onfris, maar mag het niet onfris lijken? Er worden gewoon met iedere klant reviews gevraagd, behalve als ze al doodziek zijn omdat niet schoon was. Dan hoef je niet te vragen. Maar altijd komt het goed. Hey. Hey, en deze week zijn daar meerdere gedupeerden. En die gedupeerden zijn boos. Ja, jeuk, brandende ogen en huiduitslag. En dan denk je... Hey, hoi kort seizoen. Maar nee, je kan voor een abonnement op deze klachten ook gewoon naar Marina B. Spa in Den Haag. Let op. Goed, we zijn afgetogen naar het prachtige Den Haag. Ja, hartstikke leuk. Ja, vind jij dat ook? Ik ook. Heel lang gewoond hier. En nu zijn we terug. Merwe, hallo. Hi. Het is een zaak en je bent niet de enige, maar we beginnen bij jou. Ja. Jij bent boos. Waarom is dat? Ik ben boos omdat ik een soort van grove vergiftiging heb gehad door de spa. Ja, we dachten dat het leuk zou zijn, maar dat liep anders af. Ja, want wat is daar nou precies gebeurd? Nou, wij kwamen daar binnen. Wij wilden eerst gebruik maken van de jacuzzi. Nou, in de jacuzzi konden wij niet eens zitten, omdat onze hele lichaam begon te branden. Dat was al één ding dat we dachten van, ligt dat nou aan ons omdat we al gewoon een hele lange tijd niet naar de spa zijn geweest? Of ligt dat dan hier? Vrijwel gelijk uit de spa kreeg degene met wie ik was gelijk echt al huidklachten. Ja. Echt overal jeuk en overal bultjes. Ik zelf kreeg dat wat later. Ja. Die dag zelf had ik al echt ademhalingsproblemen. Ik was gewoon heel erg benauwd. En ik had heel erg gewoon hartkloppingen. En de huisartsenpost die zei ook van, dit is wel een normale reactie op de hoeveelheid ingeademde chloor, zeg maar. Ja. Dus ik had gewoon echt ademhalingsklachten. Holy shit, ja. Ja, eigenlijk vanaf het begin dat ik binnenliep, begonnen mijn ogen al gelijk te branden. Onze huid begon heel erg te branden, onze ogen begonnen te branden en we kregen moeite met het ademhalen. En toen zijn we er eigenlijk uitgegaan, zijn we het zwembad ingegaan en het was nog steeds hetzelfde, het bleef gewoon pijn doen. Ik had 2 dagen, mijn verjaardag was toen, en had ik 2 dagen daarvoor mijn haren voor €600 gewoon lange extensions. Nou, dat heb ik nu gewoon weggegooid. Nu nog steeds echt zelfs, ik weet niet hoe lang we nu verder zijn, 2 weken. Ik heb nog steeds gewoon chloorgeur als ik mijn haren aan het stylen ben of wat dan ook. Komt er gewoon een walm aan chloor vrij. Onze badkleding is helemaal verkleurd. Mijn bikini was gewoon paars. Hij is nu wit. Gewoon door de chloor. Ja, het werd eigenlijk alleen maar erger. Waar we ook heen gingen, het werd gewoon steeds erger. En ik besloot toen ook even naar de sauna te gaan. Want ik denk, ja, misschien is dat dan wel iets positiefs hier. En op het moment dat ik dat deed, merkte ik eigenlijk dat heel die sauna kapot was. Het was ijskoud. Na een tijdje besloten we de spa uit te gaan, omdat we meerdere malen aan de werknemers hadden verteld dat we het niet echt uithielden daar zo. Toen zijn we maar gaan douchen en vanaf dat moment ging het eigenlijk helemaal mis. Iedereen begon te hoesten en alles deed pijn. Je hele huid deed pijn, je ogen deden pijn. Je ogen werden dik, rood, noem maar op. En ja, dat was wel even schrikken. Nu ben ik klachtenvrij, maar ik heb heel veel rode plekken op mijn benen gehad waar ik moeilijk vanaf ben gekomen. Het jeukte, het brandde en mijn ogen was zo rood geworden, zo opgezwollen dat ik hem niet open kreeg. En het moest blijven wassen met water. Ik ben ook dag daarna ben ik naar de huisarts geweest omdat ik zo'n barstende koppijn had. En de huisarts heeft mij toen nagekeken en die zei dat het inderdaad door de spa kan komen. Uiteindelijk heeft de leidinggevende aangegeven via de medewerksters dat als we niet weg zouden gaan, dat ze dan de politie zou bellen. Omdat onze klachten eigenlijk alleen maar erger werden, naarmate we daar zo binnen bleven, besloten wij zelf de politie te bellen. Uiteindelijk is de brandweer, de ambulance en de politie gekomen. Toen de brandweer aankwam, stonden ze er eigenlijk ook van te kijken dat er niemand buiten stond en dat alleen wij buiten stonden. Zij zijn uiteindelijk degene geweest die de hele spa hebben geëvacueerd. Dus even een heel klachtenpakket. Heb jij dat neergelegd bij die spa? Jazeker. Wij kwamen gewoon thuis, we voelden ons niet lekker, maar we hadden gewoon niks erachter gezocht dat het door die spa kwam. Tot de volgende dag, ik was al super chagrijnig door mijn haar, want mijn haar begon gewoon uit te vallen. Was ik op Facebook en zag ik in één keer een post van een spa waar wij toevallig ook waren geweest. We hebben met z'n allen op Facebook een aantal reviews achtergelaten over wat onze ervaring was bij de spa. En toen we gingen terugkijken zagen we eigenlijk dat er meerdere mensen daar last van hadden. Op ons werd niet gereageerd op onze review, maar ik zag dat er op anderen wel gereageerd was. Dat het niet hun schuld was en dat het misschien aan iets anders lag. Dus daaruit zag ik al dat ze het eigenlijk gewoon niet serieus nemen, elke recensie niet.
En wat zegt die spa nu? Krijg je je geld terug? Heb je gemaild? Nee, gebeld? Ik heb hun inderdaad gebeld. Nou, dat wordt niet opgenomen. Of als ze weten dat ik het ben, dan wordt er gewoon opgehangen. Ik heb meerdere WhatsApps gestuurd naar verschillende nummers. En ze gaan er gewoon niet op in. Alleen dat het niet aan hun ligt. En voor de rest heb ik gevraagd van hoe verklaren jullie dan mijn verkleurde haar en verkleurde zwemkleding? Wat zeggen ze dan? Dan ze niks meer. Ik heb niks meer gehoord. Oh nee, daar hebben ze ook niet excuus voor. Dan zijn ze gewoon niet meer thuis. Nee. Irritant. Ja. Goed, nou zijn Emma en ik hier. Ja. Wat wil je van ons? Het gaat mij echt niet per se om het geld. Als ze mijn haar terug kunnen geven voor 600 euro zou ik heel blij zijn. En het geld, dat was gewoon niks waard. Want we hebben gewoon niks, niet genoten eigenlijk. Ja. Maar ik wil gewoon vooral dat ze iets aan hun spa doen en aan hun chloor. Want zoveel mensen met gezondheidsklachten kan gewoon niet. Nee. Okay. Dus het gaat mij niet om het geld. Okay, maar mocht ik dat regelen voor je, zeker. Wil ik weer nieuwe haren. Ja, akkoord. Nou, ja. We gaan ons best doen. Ja. Goed, al die klachten die je net hoort hebben we even neergelegd bij wat experts. Voor de goede orde, het gaat dus om jeuk, uitslag, brandende ogen, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, huidschimmel, dood haar en verkleurde badkleding. En wat zeggen die experts? Nou, dat het zomaar eens zou kunnen dat er iets mis is met de chloordosering. En dat kan kloppen. Via verschillende oud-werknemers hebben wij appjes ingezien waaruit blijkt dat de zogenaamde chloormachine van de spa met enige regelmaat stuk is. En naast de gezondheidsklachten horen we ook van zowel klanten als ex-werknemers dat de hygiëne in de spa ook te wensen overlaat. Klanten komen bijvoorbeeld in vieze jacuzzis terecht. Nou, Marina B. Spa is samen met een aantal spa's in handen van Wesley en Patricia van Elderen. Over het gedrag van de eigenaren achter de schermen valt genoeg te zeggen, maar dat kunnen we beter iemand anders laten doen. De verhalen die je nu gaat horen worden ook nog door een andere bron bevestigd. Let op. Ik heb een jaar gewerkt, wel 40, 50 uur per week. En ik heb nog nooit een controle meegemaakt dat mensen kijken naar de waardes. En met het chloor. De chloorcomputer is echt zo vaak kapot dat wij zelf moesten experimenteren met chloor hoeveel we erin moeten gooien. En verder, je hebt daar verder ook geen verstand van? Ik heb geen verstand van chloor, nee. Ander personeel verstand van chloor? Nee, niet dat ik weet. En moest u die administratie bijhouden, logboeken? Nee, helemaal niet. Hoe is de hygiëne daar? Niet echt goed, want wij krijgen maar een half uur om schoon te maken. En overdag komen best wel veel gezinnen en zo, maar in de avond komen er best wel feestbeesten en mensen drinken, mensen kunnen kotsen. En dat gaat dan de jacuzzi in of ze hebben in de jacuzzi gekotst. En dat krijg je gewoon in een half uur niet schoon voor de volgende klant. Dus dan de volgende klant die zwemt dan in kotstukjes. Kijk, mijn spons. Dat is een nieuwe spons. Hier moeten mensen in zitten. Het ziet er gewoon vies uit. Zit je met je deeg nadat je de tering bent geschrokken van het sperma wat op de spiegel zit? Er was bekendgemaakt dat er schimmel in de shisha zat. En dat mensen dit gewoon roken. En we moesten gewoon door blijven verkopen. Even snel laten weken wanneer we tijd hadden. Want dat heb je ook niet snel met shisha's. Shisha's gaan ook best wel hard. En mensen hebben gewoon echt schimmel lopen roken. En dat wisten jullie? Dat wisten we, ja. En wat even over de klachten. Wat waren de voornaamste klachten van klanten daar? Moeilijk ademen. Rode huid, jeuk, rode ogen, brandende ogen. Dat vooral. Hoe ging Wesley daarmee om? Hij gooide het zelf op de manager. Hij geeft geen geld terug. Hij wil zelf mensen niet spreken. Hij is best wel agressief. Kan snel boos worden, intimiderend. Nou, hoe gaan ze met personeel om daar? Toen ik daar werkte, echt niet goed. Ze laten hier veel te lange diensten draaien. Ze zetten hier voor schut in de groepsapp. Deze speciaal voor jou, daarom hebben wij vaak zoveel oorlog samen. Ze hebben camera's, hou die continu in de gaten. Kijk net even bij Tropie wat daar gebeurt. Om 9 uur loopt er een klant uit. Wordt netjes gevraagd, was alles naar wens? Ja, klanten vinden het leuk. Oké, leuk zo. Waar blijven de reviews? Want er moeten gewoon reviews gevraagd worden. Dus behalve als ze al doodziek zijn omdat het niet schoon was. Dan hoef je het niet te vragen. Degene die nu een half uur niks hebben gedaan, ook vanavond een half uur op de envelop schrijven. Geen salaris. Volgende keer dat ik het weer zie, ga je gewoon eruit. Ik ben echt fucking klaar hiermee. Hij kijkt mee via de camera hoe mensen omkleden, samen met zijn vrienden. Lacht erom, vindt het grappig, stuurt het door naar personeel. Ze zijn ook weer blij, joh.
zien ook weer iemand op de camera. Hé, hey, weg uit die keuken! Dat hoor je keihard. Dat doe je nog een keer. Nee, niet doen. Ze worden gek, molen. Weg uit die keuken! Een paar bloemen op de tiek, gek. Nee, echt, ik wil ze ook zien. Ja, kijk dan mee. Tee, waar is zo'n kont? Het restaurant hoor, joh. Kijk. Ja, laat me even... Valt. Goed, met de verhalen van gedupeerde klanten en de ex-werknemers die zich bij ons melden, besluiten we maar eens langs te gaan. We mailen met eigenaar Wesley met vragen aangaande Chlor. En Wesley nodigt ons uit op de locatie in Den Haag. Er zijn namelijk meerdere spa's die onder het bedrijf vallen. En, belangrijk om te onthouden, de klachten die bij ons binnenkwamen gingen over meerdere vestigingen. En we zeggen ook alvast, Wesley heeft een goed verhaal, maar dat rammelt aan alle kanten. Let op. 287. Toegang bedrijven op verdieping. Zo moeten we misschien omhoog. VIP spa, ik zie het al. Ja, alleen... 291D. Ja. Zoek je sauna, toch? Ja. Waar zit het naast letter op, dacht ik. Naast die laatste vak van letter op, volgens mij niet. Hoe weet je dat ik dat zoek? Ja, dat hoorde ik vorige week iemand zoeken. Oh, oké. Okay. Ja, kort. Thanks. Dankjewel. Marina B. Spa. Klaar voor rode oogjes, jongens? Hallo. Wesley? Hallo, Wesley. Hallo. Tim, aangenaam. Emma, cameraploeg. Andere... Nou, zullen we praten? Ja, heel graag. Dat is goed. Zullen we buiten binnen... staan? Is dat goed? Nee, je mag ook binnen. Ja, Dan kun je het wel gelijk ruiken, of je chloor ruikt, of je enge dingen ziet. En dat dat het eerlijkste is dan. Ja, dat kan ook. Ja, maar ik neem aan dat je de boel schoon hebt gemaakt, sowieso. Toch even. Altijd noemen we dat. Nou, dit is zeg maar wat het is. Ja, akkoord. Is het goed? Het is een beetje lastig licht om een hele gesprek te voeren. Dat we dat buiten wel even... Ik kan ook. Ik heb ook een... Let op. Als jij het licht helemaal goed aanzet, dat vind ik ook goed. Nou, maar dat scheelt wel voor ons. Ja, dat is beter, toch? Ja. De sfeer is ook gelijk weg. Zo, dat wel. Zijn we klaar. Akkoord. Oké, Wes. Laten we dit gesprek even voeren. Ja. Je weet, onder andere voor coma, we hebben heel veel in de mail zitten, op Facebook staan, WhatsApp-groepen, we hebben van alles gezien. Laten we eerst even die 5 meiden die hier waren. Die hadden chloorklachten. Klopt. Nou, wij hebben even voorgelegd aan een bunch of experts. En die zeggen allemaal, alle klachten die ze hebben, die komen inderdaad door een te hoog chloorgehalte. Ja, let op. Dit is wat die experts zeggen. Rode ogen en irritatie van de luchtwegen en huid kan ook veroorzaakt worden door een hoog gebonden chloor. Uiteindelijk kan je haar er zelfs door afbreken. Een van de redenen waarom die controle dus zo belangrijk is, hoe meer desinfectant in het zwembad, hoe meer bijproducten gevormd kunnen worden. Want die kunnen de kans op huidklachten en andere irritatieklachten van ogen, neus en luchtwegen verhogen. Nou, nadat de klachten zijn ontstaan, is de brandweer gebeld en de ambulance is gebeld. En ik neem aan dat die partijen allemaal goede meetsets hebben. Een dag daarna is de controlerende instantie Omgevingsdienst Midden-Holland, die is ook nog gekomen, metingen verricht, heb ik ook de rapporten van en de bevindingen. En ook toen geen te hoog chloor. En mogen wij die rapporten zien? Ja. Omdat we ter plekke niet zoveel kunnen met deze documenten, vragen we of Wesley ze ook per mail kan sturen. Voor ons bezoek ontvingen we van Wesley al een brief van controledienst ODMH, waarin staat dat er op de dag in februari dat de brandweer moest uitrukken, er geen bijzonderheden zijn geconstateerd. En dat is opvallend, want na flink bellen en mailen met de brandweer blijkt er dat die dag wel een prikkelende lucht is waargenomen in het complex. De brandweer gaf ook aan dat zij alleen de samenstelling van de lucht kunnen meten en niet die van het water. Ze vonden het dan ook nodig om de ODMH nader onderzoek te laten verrichten naar de waterkwaliteit van de spa, maar dit gebeurde pas een dag later. Wat betekent dat de chloorgehaltes anders hadden kunnen zijn. Even, wij hebben ex-werknemers gesproken en die zeggen soms zijn de chloormeters of de chloorcomputer is soms stuk. Chloormeter kan niet stuk zijn. Een chloorcomputer. Dus probeer het bad naar elk klant te spelen. De chloorcomputer is stuk. Dat is een appje. Ook maar als... is dit een app van mij? Of? Het komt uit die groep van jullie. Schoonmaak-app Amstelveen. Lijkt me heel... Ja, goed om te onthouden is dat deze appjes en het beeldmateriaal rechtstreeks uit werkapps van de spa komen. Op de filmpjes zijn medewerkers te horen. Je hebt hier een chloortablet.
En een enkele keer hoor je Wesley of zijn vrouw Patricia zelf. Hier moeten mensen in zitten. Het ziet er gewoon vies uit. Dat Wesley hier verbaasd over doet, is dus erg opvallend. Nou ja, laten we gelijk erheen lopen. Dan kun je de computer zien wat je er weinig aan doet. Nee, ja, ik geloof wel dat hij nu niet stuk is. Maar als zo'n chloorcomputer stuk is, wat dan? Als er echt een chloorcomputer stuk is, dan ga je over op handmatig meten en dan gaat de computer uit. Dus dan moet je ook iedere beurt spoelen. Ja. Maar dat komt bijna nooit voor. Maar dus chloortabletten? Nee, kan niet. We hebben geen chloortabletten. Dat is absoluut niet mogelijk. Oké. Wij mogen niet met chloor, dat kan niet. Waar komen die vandaan dan? Ja, geen idee. Ik denk ex-medewerkers. Maar waarom? Ja, geen idee. Ja, Verder wil ik niet te veel over ex-medewerkers zeggen. Nee. Het zijn van mijn ex-medewerkers en dan laat ik het ook. Nou ja, dat is ook weer niet helemaal waar. Want wat ik dan ook zie is dat je van ex-medewerkers hun adressen zoekt. En dat je foto's van hun familieleden stuurt. Hoor graag... Heb er graag ook wat voor over. Dat klopt, of niet voor niks, dankje. Nee, haar moeder heb ik al gevonden. Haar vader en broertje niet. Wil haar klopt. Even spreken. Ik wil haar vader spreken, want als het goed is woont ze in bij de vader. We zijn met een jurist bezig en die wil dan het contract opsturen. Ja. Waarin staat dat je als medewerker een geheimhoudingsplicht hebt. Ja, wat moet je dan met een foto van een broertje? Nou, ik ben aan het zoeken op Facebook en daar kom ik dat tegen. Ja. Ja, ben ik weer. Wesley kan erg nonchalant doen over het opsporen van woonadressen en familieleden voor een na te leveren contract met geheimhoudingsplicht, wat sowieso al vreemd is. Maar dit is wat die ex-werknemer daar zelf over zegt. Ik voelde me geïntimideerd. De foto's die hij rondstuurde van mijn familie vond ik erg dreigend overkomen. Ik heb nooit een contract getekend. Ik moest alleen mijn adres en gegevens invullen op een papiertje. Wesley had mij een normaal berichtje kunnen sturen en mij normaal kunnen benaderen. Of alleen zijn advocaat mij laten bellen. Je mag nu, hè, want ik weet natuurlijk niet dat jij hiermee komt. Jij mag nu met alle mensen door heel de winkel lopen op zoek naar een chloortablet. Ik heb wel chloorkannen waar ik me... Dat laat ik je gelijk zien. Ja. Kijk, wij werken met vloeibaar chloor. Ja. En moeten werknemers ook de chloor bijvullen, et cetera, et cetera? Nee, dat doe ik. Dat doe jij. Ik of technisch. Hier mag niemand... aankomen. En ook hier vertelt Wesley wederom niet de waarheid. Wij hebben appjes van medewerkers uit appgroepen van verschillende locaties ingezien, waaruit blijkt dat werknemers zelf wel degelijk over de chloorverversing gingen. Verder vindt Wesley het belangrijk om ons te melden dat er geen zogenaamde Balboa-jacuzzis in het complex te vinden zijn, zoals te zien is op de video's uit de appgroepen. En daar zegt hij over... Het is niet bij ons. Andere vestiging? Nee, we hebben dit niet onder vestiging. Hoe weet ik dat? Dan moet je de website kijken naar alle foto's. Ik kan je hier alle jacuzzi's laten zien en dan... We hebben dat niet. Helaas. En dat is ook weer opvallend, want als we op de website van andere spa's kijken, zien we hier foto's van precies de jacuzzi uit de filmpjes. En dit wordt ook door ex-werknemers bevestigd. Qua reviews heb ik ook een spraakmemo van jou die staat... Ja, je moet klanten vragen reviews achterlaten tenzij ze doodziek zijn. Nou, dat lijkt me sterk. En die heb ik. Wil je hem horen? Ja. Nog iets anders. Ik kijk net even met Tropie wat daar gebeurt. Om 9 uur loopt er een klant uit. Wordt netjes gevraagd wat ze alles naar wensen. Ja, klanten vinden het leuk. Oké, leuk zo. Waar blijven de reviews? Want er moeten gewoon reviews gevraagd worden. Hetzelfde als dat je de wc moet schoonmaken in de ruimte, hoort dit ook bij je werk. Er worden gewoon bij iedere klant reviews gevraagd. Behalve als ze al doodziek zijn omdat het niet schoon was. Dan hoef je niet te vragen. Dit is meer naar het personeel toe, dat als ze de ruimte niet goed en niet schoon, dat ze dan niet moeten vragen. Maar dat is meer als een grap of... Niet vrij toch? Nee, tenzij niet ze al doodziek. Maar ik sta hier omdat mensen ziek naar buiten zijn maar gekomen. Jij hebt toch ook wel eens dingen gedaan die niet heel vrij zijn, denk ik? Jawel, nee, zeker. Nou, zeker. Daar heb je ook je excuus voor aangeboden. Dat begrijp dus ik. Deze, als dit niet vrij was... Biedt de Kamer excuus. Maar ik ben hier omdat mensen hier zeggen ziek te zijn geworden. Ja. Dus wij laten een dermatoloog hebben er naar kijken. Ja, dat mag. Onderzoek naar zwembaden aan TU Delft. En die zeggen inderdaad, nou ja, alles wijst erop dat dat chloorgehalte daar te hoog was op dat moment. Maar dan gaan we weer, want ja. Je haalt hem weer aan en ja. Dat vind ik niet leuk. Kijk, deze dames waar ik het nu over heb, ja. Het zijn niet alleen die dames, hè? Ik heb meer klanten. Dan moeten ze een klachtenformulier invullen. Wij gaan uiteraard kijken naar de klacht. Wat is er gebeurd? Heb die klant gelijk, krijgen ze van mij al de geld terug en nog een gratis beurt. Want wij leven op klanten. Dan even dat filmpje waarop Wesley met vrienden camerabeelden bekijkt van iemand die zich omkleedt. Het zou hier gaan om een ingehuurde danseres die door een medewerker naar de keuken was gebracht om zich hier te kunnen omkleden.
En let op, dit ging om een ander filiaal dan waar wij nu zijn. We leggen dit filmpje voor aan Wesley en dat gaat zo. Dat filmpje heb ik inmiddels ook gehad. Ja. Dat is helemaal niet in een sauna. Dus ik snap niet hoe het... Dit was niet in een sauna? Nee, en ook niet in een complex van ons. Dus... Wat was dat dan? Geen idee. Het zou in de keuken zijn van een complex. Ja, maar wie zegt dat? Nee, dat vraag ik jou. Ja, maar dat is niet zo. Nou ja, laat de keuken maar zien. Kom maar. En hier hebben we één camera die houdt de koelkast mee in de gaten. En daar? En hier, als er iets gebeurt met mijn spullen op. Dus ik snap ook niet dat je hier zou moeten omkleden als je gewoon een ruimte hebt. Ja, nogmaals, een medewerker zou deze persoon naar de keuken hebben gebracht zodat zij zich hier om kon kleden. De keuken die wij te zien krijgen is niet die op het filmpje, maar volgens bronnen gaat het dus om een ander filiaal, die in Stolwijk. Betaal jij mensen altijd wit uit? Ja. Oké. Mag ik zo'n contract zien? Nee. Hebben die ex-werknemers inmiddels een contract waarin staat, zij mogen ergens niet over praten? Ik ga het ook niet over werknemers hebben. Ik wil het hebben over de klachten van het Floor. Ja, maar die klachten komen ook van werknemers. Ja, dat is heel leuk, voorzitter Tim. Nogmaals, de laatste keer, want anders denk je dat ik het blijf herhalen. Ik wil het daar niet meer over hebben, want het heeft niks met mijn Floor te maken. Dus... Hey. Zo gaan we altijd weg. We breken er een stukje af. Stukken. Deze stukken, dat zijn onze maandelijkse metingen. Dat ga ik je allemaal even per mail sturen. Maar het is dus niet mogelijk dat wij het direct van het lab kunnen insturen? Nee, het gaat altijd via ons. Of via niet ons gaat het naar het ODM. Als jij permissie geeft? Nee. Ja, dat zou ik kennen, maar dat vind ik iets extreems. Ik stuur het naar het ODM aan als jullie het willen. Pak je het bij het ODMA op of nadat ik ze van blokken. Maar jij zou niet kunnen zeggen tegen dat lab, joh, jij mag ons de gegevens verstrekken. Verstrek boos de gegevens, mijn metingen. Nee, ik krijg ze wel. Ik heb ze hier. Ja, oké, maar ik wil ze via het lab hebben. Ja, maar dit is via het lab. Nee, dit is via jou. Dan moet je het via ODMA doen. Dat is de leidinggevende partij. Dat is als je daarmee... Nee, die krijgt ze van het lab. Oh, die krijgt het van het lab. ODMA krijgt van het lab. Goed, hier ontstaat dus wat verwarring, waarin Wesley zichzelf ook tegenspreekt. De ene keer zegt hij dat het ODMH de metingen rechtstreeks van het lab krijgt. ODMH krijgt van het lab. En dan weer dat hij deze zelf aanlevert. Gaat altijd via ons. Of via ons gaat het naar het ODM. Als jij permissie geeft. Nee. Veel duidelijker wordt het niet. We hebben onze metingen. Alleen in de coronatijd waren we dicht. Ben je ook niet verplicht om metingen te doen. Dus daar mis je... een paar maanden, maar van nu, van dit hele jaar, zit alles netjes erin. Wat gaan we nu doen? Dat weet ik niet, het is jouw programma. Dus, die vijf vrouwen, die andere vrouwen, de mensen in onze mailbox. Die vijf vrouwen ben ik heel simpel in. Ja. Daar heb ik echt, want nogmaals, er is hier niks gebeurd. Er is brandweer geweest, er is ODMA. Dus nogmaals, er is niks gebeurd. Maar omdat ze een rotte ervaring hebben gehad, wil ik het zo doen. Ze halen het op Facebook weg wat er staat, want dat is niet waar. Met alle up. En dan wil ik hun een nieuwe beurt aanbieden. Dat is wat ik kan doen. Oké, en voor de rest van de mensen? Wat? Ik weet niet wat de rest is. Nee, maar die moeten dan een klacht... Die moet gewoon via het klachtenformulier, zeg ik wel. Maar de klacht moet wel natuurlijk gegrond zijn. Gegrond zijn, dat begrijp ik. Het moet niet zijn, ik kom uit de jacuzzi, ik dook in het zwembad en ik had het zo koud. Oké, volgens mij zijn we dan rond. En hebben de afspraken gemaakt die we gemaakt hebben. Yes. Ik hoop dat alles ook voor jullie een beetje naar wens was. En ja, ik hoop echt met die mensen eruit komen. Maar nogmaals, het moet een gegronde klacht zijn. Gegronde klacht, dat is goed. Maar dan, wij zetten voor jou op een rij wat die gegronde klachten zijn. Ja, als wat jij zegt, dat komt hier vandaan. Als hier gebeurt, geen discussie mogelijk. Ben ik de laatste op aarde wie daar tegen moet gaan. Ja, goed. Oké, dan spreken we elkaar later nog. Helemaal goed. Oké, goed, super. Voorwaarts. Ja. Kunnen wij weg. Tom, rustig aan. Dankjewel. Tot ziens. Jojo. Ja, we vertrekken dus voor vandaag. Maar in de dagen erna hebben we nog een paar keer contact met Wesley... en ook met de controlediensten. We zetten graag de laatste dingen voor je nog even op een rij. Let op. Goed, Wesley had, toen wij er waren, een vrij stellig verhaal. Had zich goed voorbereid. Nou, dat is oké. Maar wij hebben toch nog even een aantal dingen gecheckt die hij tegen ons gezegd heeft. Want hij moet ons werk ook gewoon goed doen. Nou, dat hebben we gedaan. Zeker. De belangrijkste punten zijn als volgt. Allereerst. Wesley heeft dat lab uiteindelijk wel toestemming gegeven... dat zijn gegevens naar ons mogen doorsturen. Toch wel, maar wel maar van één maand. Van één maand? Ja.
Ja. Ja, hij vond het een beetje onnodig om nog meer te sturen. Ja. We hebben nog even met hem gebeld ook, dus daar zegt hij dan het volgende over. Okay. Mogen we ook eerdere metingen inzien? Januari kan ook, maar dan vind ik het wel mooi geweest. Ik zou je ook uitleggen waarom. Luister, het gaat jullie om een paar chloorklachten. En ik snap dat je sensatie moet hebben, want anders heb je niks meer te doen. Maar wij hebben een hele mooie winkel. En hoe kan het nou zo zijn dat er een groepje vrouwen die klachten ondervinden, die de brandweer inschakelen, want daar is mee begonnen. Ja, de brandweer is geweest, die geeft het vrij. En hun gooien al mijn winkels kapot op internet. Ja, en opvallend daar is ook, hij heeft het steeds over alleen over onze gedupeerden. Ja. Maar er zijn echt Facebookgroepen en WhatsAppgroepen met 20 gedupeerden. En wij hebben mensen in de mailbox zitten. Ja. Dus er zijn er veel meer. Mm-hmm. Dus hij maakt daar een soort narrow down ding van naar dat groepje mensen. Ja, precies. Maar er is wel eigenlijk veel meer. Ja, en dat is even goed om te onthouden. Ja. Verder zou hij dat klachtenformulier natuurlijk doorsturen naar mensen. Ja, ja. En hij zou dan mensen eventueel een compensatie geven, ja. Mocht het redelijk zijn natuurlijk. Ja. Bij iedereen, behalve bij onze groep van 5 gedupeerden waar de brandweer toen om de hoek kwam kijken. Let op. Want deze vrouwen doen, dat mag niet. En dat wordt nu echt mijn volgende project. Smaad en laster. Ik ben nu ook echt continu aan bellen met advocaten. Want wat hun doen, dat mag niet. Al kost dat me al mijn geld in mijn bedrijf. Daar ga ik echt achteraan. Maar wat hun hebben gedaan, dat is iemand gewoon moedwillig kapot maken. Ja, die wilden dus aanklagen voor smaad en laster. Ja, dat is vriendelijk. Dan, punt 3. Ja, jullie waren natuurlijk langs geweest op een prachtige locatie. Daar leek helemaal niks aan de hand. Dat zag er allemaal mooi en netjes uit. Maar hij wist natuurlijk dat jullie kwamen. Ja. Dus dat is ook niet zo heel gek natuurlijk. En verder ontkent hij eigenlijk alles wat we hebben. Hè? Dus alle beeldmateriaal over dat chloortablet wat erin wordt gegooid. En over die waardes die we hebben. Ja. Dat zou allemaal niet bij hem zijn. Dat zou ergens anders zijn. Ja. Nu hebben we even op de site gekeken. Daar vonden we gewoon wel de jacuzzi die je ziet op de beelden. Ja. Dus dat slaat natuurlijk ook nergens op. En al die appjes die we hebben, die komen echt uit een appgesprek van werk, van die spa's. Dus we weten gewoon dat het wel daar is. Ja, nou, wij wilden dat even checken en ook op andere locaties kijken. Van ja, jij zegt nu wel, in Den Haag hebben we dat niet gedaan, maar je hebt meer locaties. Ja, precies. Nou, dit vond Wesley een ingewikkelde vraag. Nou, ik ben daar graag bij, want ik ben er nu niet en ik ben een privé spa. Ja. Ik ben daar zelf graag bij. Goed, wat zou het verschil zijn? Als ik dat even met een werknemer daar doe? Jij vraagt iets aan mij en ik zeg nu, ik geef geen toestemming om binnen te komen opnieuw. Ik heb mijn verhaal gedaan. Je hebt het daar kunnen zien en als je het wil, moet je met mij een afspraak maken. Ja, en die zou dus te kort dag zijn om dat nog te kunnen doen. Ja, want ik stap nu over een half uur in het vliegtuig. Wij hebben daar nul tijd voor en ik wil het ook niet meer. Ik wil het alleen als ik erbij ben op een tijdstip dat er geen klanten zijn. Ja, dus lang verhaal kort, die chloortabletten, daar hebben ze het wel degelijk over gehad. Ja. Hebben ze waarschijnlijk wel degelijk gebruikt. En als wij dat willen checken, dan mag dat wel degelijk niet. Nee, precies. Dat maakt het ingewikkeld, hè? Ingewikkeld, ja. Wesley. Nou, die waardes. We hebben natuurlijk die waardes gezien, toch? Een foto van die waardes. Ja. Die hebben we gestuurd naar een expert. Van, oké, wat staat hier nou precies? Ja. Wij zijn geen experts daarin. En wat zegt die expert? Want ik stond daar ook en ik zei van, nou, dat gaan we even laten checken. Ja, nou, die zegt het volgende. Als de zuurgraad in de baden inderdaad zo laag is, als wat je dus kunt zien op die foto's. En als er daarbij ook vrij chloor aanwezig is, dan kan vrij chloor omgezet worden in chloorgas. Ja. En chloorgas is een vluchtige en zeer schadelijke stof. Zeer schadelijke stof. Ja, nou, dat klinkt niet heel gezellig. Ja. De stof kan onherstelbare schade aan de longen veroorzaken. En de genoemde klachten van ons gedupeerden, zoals huidirritatie, kortademigheid, ogen, dat kan allemaal daardoor komen inderdaad. Ja. Dus dat sluit wel aan bij elkaar. Ja. En samenvattend zegt hij, en dat is even belangrijk om te zeggen, hoe staat dat daar? Dit is een zorgelijke situatie. Dit is een zorgelijke situatie. Ja. Dus zo gek waren wij en de gedupeerden niet, hoor. Nee, precies. Wesley die ons geloven van niet. Wel, maar dat is niet zo. Nee. Volgende punt. Ja. Belangrijke toevoeging, want Wesley die geeft dus aan in een telefoongesprek wat we later met hem gevoerd hebben, dat het niet zoveel zin heeft om ook labresultaten uit 2020 naar ons te sturen. We hebben corona tussendoor gehad en als je dicht moet met corona, dan hoef je ook je metingen niet te doen, want dan ontvang je geen klanten. Ja, en wij wilden hier eigenlijk niet over beginnen, maar zij waren wel degelijk open. Ja. Dat zit als volgt. In de krant stond dat zij opeens gesloten moesten worden in coronatijd. Mm-hmm. Want ze waren open geweest. Nou, ze waren ook open, maar ze doen geloof ik nagelhaarbehandelingen. In ieder geval geen spa's en zwembaden. Nou, zij verontwaardigd. Hoezo moeten wij dicht? We houden ons aan de regels. Onze spa en zwembaden zijn niet open. Maar we zien gewoon hier appjes in de appgroep waarin personeelsleden geïnstrueerd worden om boa's buiten te houden.
En eigenlijk de toko gewoon open te doen. Deuren dicht staat er nog. Nou, wij wilden niet de snitch zijn die zei van... oh, kijk, deze mensen die hebben zich niet aan de overheidsregels gehouden. Want ja, dat was gewoon een ingewikkelde tijd. Daar kan je van alles van vinden. Maar als zij zeggen, ja, we waren dicht en daarom mag je de resultaten niet zien... Ja, dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt het een ander verhaal. Ja. Dat vreten wij namelijk niet. Nee. Want je was namelijk wel gewoon open. En dat bewijs hebben wij dus hier. En hebben we ook gehoord van de ex-werknemers. Ja. Dus Wesley... ook daar zit je gewoon te bullshitten. Ja, precies. Ja, kan je ons verontwaardigd opbellen en moeilijk doen. Maar het is gewoon nonsens. Ja. Daarnaast zegt Wesley tegen ons... ja, ODMH komt altijd onaangekondigd. Dus dat zegt hij. Je kan ook niks manipuleren. Nee, precies. Nou, wij hebben het ODMH gesproken. En wat blijkt? Ze komen altijd aangekondigd. Nou, al met al. We hebben het ook al tijdens de montage natuurlijk een beetje laten zien. Wesley had een zelfverzekerd, groot verhaal. Hij had niks fout gedaan. Mensen, oud-werknemers waar hij het niet over wilde hebben... ja, die wilden hem een hak zetten eigenlijk. Mm-hmm. Ik herken dat verhaal van... ja, hè? Maar dat blijkt toch een beetje anders te zitten. Ja, het verhaal wankelt een beetje. Ja, het wankelt wel een beetje. Heb je nou meer info die wij echt moeten weten? Boosbinnenvaren.nl. Hou ook even onze socials in de gaten. Instagram bijvoorbeeld. Als er meer info is of nieuws, laten we je dat graag weten. Wesley, jammer dat het zo moet. Jammer, vind ik ook. Voor die gedupeerden. Ja. Die zien vast ook de smaad- en lasterzaak tegemoet. Ja, precies. Maar ook in het kader van waarheidsvinding flauw. Vind ik ook. Toch? Ja. Ik vind het een beetje flauw. Volgende week zijn we er weer. We zien je graag dan. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. We gaan naar de 900.000. Daar hebben we je graag bij. Tot dan. Ja goed, met Wesley en Marina B. Spa zijn in ieder geval duidelijke afspraken gemaakt. Wij zullen in de gaten houden of iedereen zich daar netjes aan houdt. Ben jij ook boos? Mail ons op boos@bnnvara.nl voor grote en kleine problemen. En, dat is belangrijk, vergeet niet te abonneren op ons kanaal. We zien je volgende week. Oké, vrienden, allereerst dank als je kijkt naar deze video. Er zijn een paar dingen die we graag van jullie zouden zien, namelijk... Abonneren. Dat zou erg leuk zijn. Fijn, maar misschien ook je ouders of je opa en oma die abonneren. Misschien zit je te kijken en denk je, mijn kleinkinderen moeten abonneren. Precies. Zeker doen. Duimpjes omhoog. Ja, Instagram volgen. Instagram is ook volgen. Leuk. Absoluut. En in de comments horen we graag wat je ervan vond. Of je iets wil zien, of je tips hebt. We horen weer graag. Ben je boos? Boos op bnnvara.nl. Tot volgende week. Dag.